Welkom bij een nieuwe aflevering van de Giergasten. Ik ben Martijn. Ik ben Niels en vandaag gaan wij Be Brave pranken. Omdat wij zoveel aanvragen hebben gehad van fans die heel graag Be Brave willen ontmoeten, hebben wij vandaag iets voor ze geregeld, want ze gaan vandaag hun ware idolen ontmoeten. Ja, wat hebben wij nou gedaan? We hebben contact opgenomen met Sony, het management van Be Brave. En zij hebben ervoor gezorgd dat zij hier zometeen om 7 uur aankomen voor een fotoshoot. Maar dat is natuurlijk helemaal geen fotoshoot, want ze komen eigenlijk gewoon puur voor de fans, maar dat weten ze nog niet. Maar nu we ze toch hier hebben, gaan we ze natuurlijk wel een beetje in de zeik nemen. Ja, ik zou zeggen, laten we naar binnen. Laten we naar binnen, loop het even met jullie door. Dus ze komen hier binnen en dan lopen ze door naar de entree. En dan komen we hier aan bij de balie en dit is onze eerste actrice van het item, Birgit. Ja, wat ga jij precies doen? Nou, ik ga de jongens onthalen en vervolgens wacht ik op jullie seintje en zal ik ze naar de fotograaf brengen. Ja, en dan gaan we door. We komen aan bij de fotoshoot. Zoals je ziet staat alles klaar. En dit is onze fotograaf van vandaag. Yo. Stel je even voor. Ik ben Juriaan en ik moet de prank voor elkaar weten te boksen hier. Nou, in het begin ben je heel aardig tegen de jongens. Ja. En daarna wordt het alleen maar kutter en kutter. Dan ben je ze spuugzat. Ja. Ja. Oké, wat gaat er nou gebeuren met deze antieke vaas? Wij hebben hier een visdraadje aangespannen. Als het echt heel warm onder de voeten wordt bij die gasten, gaan we hier aantrekken. En dan gaat deze vaas, als het goed is, omvallen en breken. En als het goed is, wordt onze fotograaf dan al helemaal gek. Want deze vaas kost 15.000 euro en deze man is nog niet verzekerd. Nooit verzekerd. Dus wie gaat er voor deze kosten opdraaien? Be Brave. En als het echt helemaal uit de hand loopt bij de fotoshoot, dan komen wij binnen voor een klasfoto met al hun fans. Ja! Je hoort het al, dat wordt gekke huis. Hoe is het ook? Die kleine voor die grote. Deze is fijn luisteren dan. De eerste taxi is er. Die komen er nu naar binnen. Cashes, die zitten nu al. Dus nu is het wachten op de rest. Iedereen komt apart van elkaar. Oké, jongens, ze zijn er allemaal. Ze zijn er allemaal. Wat hebben ze? Ze typen nu allemaal. Het gaat nu beginnen. Hey, boy, succes. Goedenavond. Dat was lekker. Ja, klasse. Lang niet gek, Hi. Julian, hi. Mooi. Jullie zijn lekker fashionably late. Laten we het daarop houden. Maar sorry, taxigedoe. No offense, jongens. Ik zou zeggen, klein snel op. Ik heb hem niet eens een foto gemaakt. Laten we even helemaal. Nee, dat denk ik niet. Shirt niet juist. Ja. Die gozer weet niet eens hoe die camera moet vaststaan. Bang, hij wil het licht zien. Ik heb niet voor je. Hij weet niet hoe dat werkt. Deze? Hij weet niet hoe dat werkt. Bel hem maar. Anders moet ik iets anders erover. Dat play-knopje, dat je moet je foto's laten zien natuurlijk. Die zit op een blauw knopje. Nee, die zit links. Rechts naast. Nee, zit links. Oh, zit links naast het scherm. Links naast het scherm, dat is een blauw knopje. Hij heeft geen idee hoe dat ding werkt. Hij heeft geen idee hoe dat ik het net verteld. Ja, ik vind het wel fijn. Om de schoenen eronder uit te hebben. Nee. Zijn voeten gaat het heel lastig. Ja, man. Yes, lekker. Oké, nu moet de manager weg. Oké. De manager moet weg. De manager moet weg. En de stylist ook. En de manager neemt de stylist mee. Ja. Dat zou top zijn. Gainer. Hey, goeiedag. Ik spreek met Niels. Kan jij richting de receptie komen?
Ja, met de stylist. En je hebt even een belangrijk belletje. Wisseltijd. Kwartiertje. Een kwartier. 10 minuutjes. Ja. Hey. Was even stress, of niet? Nee. Hebben ze iets door? Hebben ze iets door? Nee. Nee, ze hebben niks door. Top. Ja, we pakken hem even lachen. Is dat een mogelijkheid, jongens? Ja. We zijn nu weg, dus ja. Nu gaat de fotograaf ze even hard aanpakken. Oké. Ik zie het niet helemaal zoals ik het format wilde zien eigenlijk. Vertel. Ja jongens, kom op. Weet je, wat vinden jullie er zelf van? Eerlijk. Heel gezet. Ja. Ja, heel gezet. Het is niet wat ik zoek. Snap je? Je moet het, zeg maar, het is kunst, snap je? Mij maakt het natuurlijk geen moer uit als jullie carrière naar de klote gaat, maar niet de mijne. Niet de kosten van de mijne, alsjeblieft. Ja? Maar hoe wil je het meer? Nou, gewoon iets meer sprekende. Gewoon even die push erin, even knallen, weet je? Ik heb gewoon meer het gevoel dat jullie denken weer, we komen hier even snel pats en weer weg. Nee, totaal niet. Alleen jullie komen al te laat. Eerlijk is eerlijk, maakt mij niet uit. Nee, sowieso een excuus voor dat, dat. Alleen meer qua hoe binnen lachen of qua energie of zo. Expressie, gewoon kijk hem aan, vreet die camera op. Het, kijk zoals je hem, ja, voelen. Okay. Snap je? Top. Nee, niet hoor. Ja, het spijt me zeer, maar. Is dat jullie, het lijkt net alsof jullie stylist gewoon serieus bij Circus Rensnet is ontslagen of zo. Lopen jullie altijd gewoon, dit is het? Ik sta nu wat je bedoelt, sorry. Als hij zo doorgaat, ik ga nu zeggen dat hij even het zelf een beetje moet doen. Ja. Maar sowieso, ik zit een beetje in tijdnodig. Yo, ik zit midden in een shoot, ouwe. Misschien kunnen we even aan de zen doen vanavond, nu. Even het zen-momentje om weer even te helen. Hey jongen, zou jij over een minuut even een fase moment kunnen doen en nu even heel aardig tegen ze willen doen? Oké, Jojo, iets ruimer. Ja. Ja. 3, 2, 1. Oh, zie. Wat komt hier? Wat? Het ding helemaal zo. Kinderen. Ze worden nu helemaal gek. Nu komen hier binnen, word je gewoon echt fucking moe van. Jezus, dat is fucking paars op mijn rug. Pas vast aan, Sean. Maar jullie zouden ons tweeten, want ik had een van jullie gesproken. Ja, dat was mijn fout. Ja, maar er zijn aardig wat meisjes die ons hebben getweet, die jullie ontzettend graag wilden ontmoeten. Ze zijn allemaal hier! Yeah. Oh my god. Ja, ze zijn allemaal welkom. Ja. Dames, wie gaat eerst? Ik. Nu komt de laatste foto. 1, 2, 3, bam. Vergeet vooral niet naar het kanaal van Be Brave te gaan. De link staat in de beschrijving. Ik hoop dat al deze dames positief op social media. Wie weet dat jij in onze volgende aflevering.
Tot volgende week. Ja. Yeah.